Dit is niet Harlingen begin vorige eeuw. Het is 2011. Daarom weer wat kleur in het beeld. We kijken naar de vele oldtimers die langs de 11 steden trekken. Geniet van al dat fraais en van onze Harlinger muzikanten. Meisje van melk en van bloed, met wangen ze fris als een roos. Doeken een ventje met barba en het moed, liep achter haar aan al een koos. Hij zei het maar even de kaas en toes, kwam ik al gauw met die vraag voor bloed. Ga jou met een singeltje om. Lieve Sjoeke, man van Moeke, toen jouw pa, jouw moeke dat vroeg, had ze aan het singeltje lang niet genoeg. Dat was niet door, Sjoeke daarom, gaf het de jaren het singeltje om. Op een dag, het was feest in de stad, zat Doeke weer achter haar aan. Maar Sjoeke, die chance van een Engelsman had, zei Doeke, wat geuzelt die man? Ik zal het vertalen, zei Doeke, hij zei, krijgt maar een ander, de kans niet toe. Ga je met een singeltje om. Lieve Sjoeke, pa van Moeke, toen jouw pa, jouw moeke nog vroeg, had ze het singeltje lang niet genoeg. Dat was niet toen, Sjoeke waarom, gaf het te jaren het singeltje om. Sjoeke had Doeke onmiddellijk deur, en de Engelsman vroeger, oké. Eventjes kregen ze een vuurrooie neer, toen schudden ze lachen van nee. Wanneer het dan toch om een singeltje gaat, heb liever een man die op Harlingers praat. Allemaal! Ga jou met een singeltje om, lieve Sjoeke, het man van Moeke, toen je pa, jouw moeke dat vroeg. Had ze de singeltje lang niet genoeg, dat was niet dom, Sjoeke daarom, gaf het de jaren een singeltje om. Dankjewel. Ik denk dat het nog wel een keer heeft, Joop. Ze zou het me wel niet kwalijk nemen, als ik gewoon van Geertje praat. Of schoon ze in het stadsregister met name van beschreven staat. Als Geertje koopvrouw en van alles, was heel de stad met haar vertrouwd. Als Geertje het ze hele leven, hoor kien en kleinkien. Schrept en sjouw. Allemaal. En s'avonds zat Geertje gezellig voor de ramen en keek naar de mensen die langs de Ruske kwamen.
De poel lijkt te spinnen. De spiegellamp was op. En naast het op het kastje stond een Lydia in knoop. Die dokter had een klant aan Geertje, want ze was een ster als de oostendiep. Toch zei een buffrouw op een morgen, jou zie je een skierliesje, jou binnenziep. De dokter kwam en streed een drankje, toen raakte Geertje van een vies. Ze kon die kerel wel verkrielen, want ze griesde van anis. En s'avonds leidt Geertje de pines op de teken. Hoe op ze dat flesje met rommel op moest drinken. Ze wist hier aan wat zat ze in de knoei. En naast haar op het kastje stond de Lydia in bloei. Ze moest dat spul zien kwieten raken en urenlang doch Geertje na. Toen scoort de redding haar te binnen, ik geef het aan mijn Lydia. Ze gaf hem ieder uur een lepel, op die manier kwam het flesje leeg. Wat moest ze griezen toen ze van dokter al gauw verlof tot opstaan kreeg. En s'avonds zat Geertje weer loofelijk voor de ramen en keek naar de mensen die langs de ruske kwamen. De poes lijkt te spinnen bij Geertje op de schoot. Ze was weer de oude, maar haar Lydia was dood. Joke de Boer! Dank u wel, dank u wel. Het werd heel druk op de voorstraat. Er was zelfs sprake van een file. Er werd dus geduld gevraagd van alle deelnemers. Maar voor ons de kans om al dat moois nog eens goed te bekijken. Al met al weer een zeer geslaagde dag in het mooie stadje Harlingen.